was 7 ton per jaar naar Veronica. Wat lekker, man. Nee, dat is veel te weinig, man. Dat is, meer, dubbel is het. Driedubbel is het, man. Hou het toch op, zich. Echt nog veel meer? Ach, man, veel meer. Nou, we gaan beginnen. Vanavond beginnen jullie aan jullie laatste... Oh, dit was een intro, was dat? Oké, okay, ja. Ja, we wouden heel graag beginnen. Oh, als jij zo ver bent. Nog 5 uur, dan gaat het beginnen, ja. Doen we hem nog een keer. Okay. Vanavond gaan jullie beginnen aan jullie laatste kuntje bij RTL. VI Oranje. We blijven thuis. Ben je gespannen? Wat is het voor toontje, Dennis, wat je nou gelijk aanslaat? Dan kom je zo rustig aanlopen en dan meteen dit toontje. Ja, lekker, hè? Ja. Ik probeer een beetje dat je er zin in hebt. Ik probeer dat een beetje... Dat gevoel. Top show, weet je, op dat werk. Gaat het dat worden? Ja, dat weet je nooit. Dat weet je echt niet. Ik bedoel, wij gaan gewoon doen wat we altijd doen. En dat doen we 5 weken lang met een WK waar Oranje niet aanwezig is. Vanaf een locatie waar je alleen maar van kan dromen, de studio. Ja, geweldig, hè? Ja. Dat had jouw voorkeur. Ja, dat vond ik echt fijn. Ik zei, lekker in de studio gaan zitten. Ze hebben er nog wel een keuken bij gebouwd. Dat schijnt het enige andere te zijn. Dus als je dan straks krijgt, hè, krijg je potjes als Panama, Saoedi-Arabië, Saint-Johan en René er niet bij. Waar ga je het dan in hemelsnaam over hebben? Foute onderwerpen als Sylvana? Nou ja, dat is het gevaar dus. Daar maak ik me nog de meeste zorgen over. En dat is ook niet iets wat ik helemaal begrijp van de leiding van RTL. Ik vind het gewaagd om 3 mensen te laten zitten die sowieso toch al gaan vertrekken en niks te verliezen hebben. Dus... Dan ga je een boel gekke dingen weer horen. Ja, kijk, het is gelukkig maar 1 uur. Het is niet 1,5 uur. Dus op een gegeven moment, misschien dat ik de remmer een beetje op kan houden. Maar in principe is het wel het gevaar aanwezig dat er hier en daar natuurlijk een opmerking iets scherper gaat zijn. Omdat we anders toch niks te bespreken hebben. Heb je een paar mensen gedacht dat je denkt, die wil ik eens een keer aanpakken? Lijsten vol. Nou, heel eerlijk gezegd, dat meen ik echt. Dit is geen cynisme. Heb ik het gevoel dat de mensen waarmee ik met RTL heb gewerkt de laatste periode. En waar ook zelf die gesprekken mee zijn geweest. Dat er op zich een prima verstandhouding is. Zelfs met Erland Galjaard ben ik weer on speaking terms geraakt. Dat heb je misschien in het boek kunnen lezen. Dat we een verschrikkelijke ruzie hebben gehad. Toch nog even gauw reclame maken, hè? Voor dat boekje. Nee, maar dat is ook even daar. Wij hebben niks met dat boek te maken. Ik verdien er geen cent aan. Johan niet, René niet. We hebben niks met dat boek te maken. Hè. Dat boek is 3 weken geleden, werd ons verteld dat er een boek zou komen. Dus we hebben er echt niets mee te maken. Ik lees allemaal dingen over ons. Je verdient er geen cent aan. Ik verdien er echt... Maar dat heb je ook niet meer nodig. En we gunnen het je allemaal voor 7 ton per jaar naar Veronica. Wat lekker, man. Nee, dat is veel te weinig, man. Dat is, meer, dubbel is het. Driedubbel is het, man. Hou het toch op, zich. Echt nog veel meer. Ach, man, veel meer. Dat maakt ze druk om wat er bij ons wordt verdiend. Terwijl jij gewoon nog veel lekkerder zit. Ja, en Arie Boomsma zei onlangs, die jongens van VI, ik sla ze er een voor. Hij zou komen. Komt hij nog steeds? Nee, hij wil alleen maar komen als Johan en René er zijn. En Johan zegt, ja, ik ga er niet speciaal van die gozer naar die studio komen. Wat een onzin allemaal. En de afspraak is dat op... Nog ergens wel een beetje laf, hè, van die Johan. Ja, ik denk dat dat geen lafheid is. Ik bedoel, als hij hem tegenkomt, zal het hartstikke gezellig worden. Maar ik vind het weer jammer van Arie dat hij dan niet de uitdaging wil aangaan om tenminste met mij te gaan zitten. Dan neem ik de honneurs voor bij de heren wel even waar. Maar dat wil hij dan weer niet. Zonde. Tja, en wie komen er allemaal? Ja, we hebben Bo, Angela, wie komen er nog meer? Heuskan, Jan Versteeg, Albert Verlinde. Morgen Kees Jansma, Victoria Koblenko, Rusland kennen natuurlijk. Nee, er willen eigenlijk best wel veel mensen komen. Wil je nog even iedereen enthousiasmeren om te gaan kijken? 10 voor 10. RTL 4. VI Oranje blijft thuis. We hebben er zin in. Kan het nou even iets enthousiaster? Dit is het echt.